Hallo Klaartje, jij bent hier op DocFit in de DAF-studio's. Ja, het is plotseling. Heel plotseling, hè? Je bent een beetje overvallen. Ja. Maar toch super fijn dat je hier wil bijdragen en iets vertellen, delen met ons wat jij op je hart hebt. Oké, nou, wat ik de laatste tijd op mijn hart heb, zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen. Maar ik pik er eentje uit. En wat ik dus nu op mijn hart heb, heb ik eigenlijk al 20 jaar op mijn hart. En ik heb ooit in Zuid-Amerika een jongetje leren kennen. Een neef van een man, van mijn vroegere man. En dat jongetje, die is groot geworden. En ik ben 3 keer in Ecuador geweest, maar geen contact meer gehad. Behalve in die keren dat ik in Ecuador ben geweest. De laatste keer dat ik in Ecuador ben geweest, waar dus mijn ex-man vandaan komt, heb ik dat jongetje weer ontmoet die nu intussen een jonge man was geworden. En is helemaal aan lage wal geraakt eigenlijk. Een drankprobleem en verschillende vrouwen, verschillende kinderen. Geen toekomstvisie. Nou is het zo dat ik ongeveer 12 jaar geleden van het arbeidsbureau mocht kiezen. Of ik rozen ging plukken of in een kerk ging werken. Toen heb ik gekozen om in de kerk te gaan werken. Toen ben ik bijna 8 jaar koster geweest in een kerk. Maar nu is mij iets ter oren gekomen wat ik eigenlijk al lang wist. En dat is dat in Ecuador dus heel veel rozenkwekerijen zijn die gerund worden door Nederlandse ondernemers. Wat ik op mijn hart heb is dat ik een toekomst wil bieden voor dat jongetje die dus nu een jonge man is en aan lage wal is geraakt en uitgekotst is door de hele familie. En er zijn geen instanties die hem daar kunnen helpen en hij zal het zelf moeten doen. Maar ik zou het zo leuk vinden als ik kon bemiddelen tussen de rozenkweker en zijn familie. Om hem toch een stukje hoop te geven dat er toch een uitweg is. En dat er toch toekomst voor hem is. En dat ga ik proberen. En dat ligt op mijn hart. Oh, dus dat hij daar kan gaan werken bedoel je? Ja, dat wil ik proberen te regelen. Oké. En ja, het is een klein linkje naar de sjaal, hè? Want daarom in dat kader zitten we hier ook. Hè? Ja. Zou je dat kunnen vangen in een beeld, wat dan eventueel op een sjaal terecht zou komen? Ja, ik denk natuurlijk aan rozen. Dus ja, en ik denk aan het beeld. Ik heb een prachtige foto van het jongetje. Dat hij verkleed was als een Indiaan. Hij is ook een Indiaan, maar hij was toen nog een jaar of 9, denk ik. En verkleed als Indiaan. Met zo'n toortje op, met zijn neef, die ook verkleed was als Indiaan. En die foto die heb ik nog steeds en die is me heel waardevol. En ik heb nog een andere foto dat hij daarop staat met mijn neef, want die was er toen bij. En die kan er ook bij. Dus ik heb wel wat beelden van hem. En ja, in combinatie met die rozen en een toekomst hoopvolachtig beeld zou ik willen scheppen met een lange weg of een pad met rozen, doornen. Klinkt heel mooi. Ik zie het al bijna voor me. Zoiets. Dus. Ja, zou kunnen. Ja. Nou, heel mooi verhaal en ook heel mooi idee sowieso wat je wil gaan doen, Klaartje. Dankjewel. Dank je.